Zo, daar zijn we weer jongens, voor een nieuwe YouTube-workout. Vandaag beginnen we lekker met een stukje strength. Waarbij we twee korte M-reps van 3 minuutjes gaan doen. Normaal willen we zoveel mogelijk rondjes halen binnen die 3 minuten, aangezien het een M-rap is. Maar vandaag, omdat we een strength gedeelte doen, willen we ook voor kwaliteit blijven bewegen. Dat het ook echt puur op kracht gaat zijn straks en niet zozeer conditioneel gaat worden. Wat we gaan doen in die 3 minuten, beginnen we straks met 12 push-ups. Gevolgd door 24 bodyweight glute bridges. Ga ik straks even kort laten zien. Na 3 minuten gaan we 30 seconden rusten voor we weer 3 minuten gaan werken. En in de volgende 3 minuten beginnen we weer met 12 push-ups. En in plaats van de glute bridges gaan we nu supermans doen. Eigenlijk een deel van onze kipbeweging die we normaal binnen crossfit doen. En dat is eigenlijk de overstrekkende positie. Liggend op de grond. En waarbij we heel erg op onderrug bilspieren gaan werken om daar kracht te ontwikkelen. Dus 2 keer 3 minuutjes, lekker kort. Na die 2 keer 3 minuten gaan we naar de workout. En we gaan een interval workoutje doen vandaag. 4 setjes van steeds 4 minuten. En na elke set krijgen we 1 minuut rust om even kort bij te komen. In die 4 minuten gaan we ook weer een M-rap doen, dus zoveel mogelijk rondjes. En aangezien we nu niet per se voor kracht werken, mag je nu gewoon lekker gas geven en kijken hoe ver je komt. We beginnen de ronde met 20 dubbelanders. Oftewel touwtje springen. Lukt dat niet vandaag? Touwtje springen omdat je thuis onderburen hebt of het gewoon niet fijn is om binnen touwtje springen. Kunnen we bijvoorbeeld voor jumping jacks gaan of een andere variatie om maar een beetje conditioneel te maken. Na die dubbelanders gaan we naar de devil press. Dus we gaan een gewichtje nodig hebben. Ik gebruik een dumbbell vandaag. Maar je kan het ook met een kettlebell of iets van een klein gewichtje, een boek of een fles. Die kan je ook gewoon gebruiken om de oefening te doen. Ga ik straks laten zien. We doen er 3 aan de rechterkant, oftewel met het rechterhand, met de rechterhand. Dan gaan we naar 10 plank rotations. En we eindigen de ronde met 3 devil presses aan de linkerkant. Na 4 minuten krijgen we 1 minuut rust. In totaal gaan we deze 4 keer herhalen. Om te kijken of we elke ronde ongeveer op hetzelfde punt uit kunnen komen. Ja? Goed, hoop gelul. We gaan lekker beginnen. Door even op te warmen. Met ook weer 3 setjes. We gaan steeds 30 seconden werken per oefening. En we hebben in totaal 4 oefeningen per set. We beginnen met de jumping jacks. Goede warming up voor ook dubbelanders. Omdat we die kuit op gaan warmen. En dat is een full body warm-up. Dat hebben we vaak genoeg gedaan. We gaan naar de deadlift toe. Waarbij we het object gaan gebruiken. Ik kan gewoon lekker beide handen gebruiken. Ik ga boven het object staan. Vanuit hier breng ik mijn heupen naar achter. Dus ik zoek spanning in mijn hamstrings. Ik hou mooi recht terug. Ik zak een stukje door mijn benen. En vanuit hier ga ik heel relaxed 30 seconden lang deadlift maken. Hebben we dat 30 seconden gedaan? Gaan we naar de mountain climbers. We komen in een push-up positie. Vanuit hier ga je om en om. Knie richting de borst brengen. En we eindigen met high pulls. Wat je doet, je pakt je object vast. Je kan ook single arm, dus gewoon alleen je 1 arm gebruiken. Maar met een wat groter object gebruik je lekker beide handen. Vanuit hier mag je een klein beetje de heupen gebruiken. Ze komen voorover, explosief omhoog. En je trekt het gewicht door naar boven. Gebruik nou een dumbbell zoals ik dat doe. Pak hem aan de onderkant vast. Dan kan je veel makkelijker het gewicht mee omhoog nemen. Dat doen we steeds 30 seconden jongens. 3 setjes in totaal. Dus we zijn lekker 6 minuutjes aan het opwarmen. Goed, mogen jullie klaar zijn jongens? Gaan we beginnen met de jumping jacks in 3, 2, 1 en here we go. Gewoon lekker relaxed. We zijn met die warming up bezig, het hoeft allemaal niet snel. Probeer ik op de bal van je voeten blijven springen. Laatste 5, 3, 2, 1. Gaan we door naar die deadlift. Dus mag je gewichten bijpakken. Zodat je mooi rechte rug houdt. Zorg dat je die hamstrings gaat voelen. Laatste 5, 3, 2,
1. En dan gaan we door naar die mountain climbers. Zorg het gewicht mooi op de handen is. En dan gaan we gewoon heel relaxed je knieën richting de borst brengen. Een seconde nog. Drie, twee, één. Gaan we naar die high pulls. Beetje gekke beweging. Yes, zorg dat je die ellebogen mooi mee omhoog neemt. 3, 2, 1. Mag je weer terug naar die jumping jacks. En ontspan. Door naar de deadlift, jongens. Kom maar goed weer even die hamstrings opwarmen. Relax. Naar de mountain climbers. Laatste beetje, jongens. Kom aan. 3, 2, 1. En weer door naar die high pulls. Laatste 5. 3, 2, 1. Oké, laatste ronde, jongens. Komen die jumping jacks weer. Nog 3, 2, 1. Door naar die deadlift. Laat 3, 2, 1. Laatste keertje mountain climbers. Gewicht weer naar die handen toe. Laatste 3, 2, 1. En op 30 seconden, jongens. Drie,
2, 1. En dan. Zo, zijn we lekker warm. Dan gaan we naar de strength. Goed, we gaan 2 keer 3 minuutjes werken, jongens. Nogmaals, de strength. Dus we gaan 1. Voor kwaliteit bewegen. Dat betekent full range of motion in alle bewegingen die we gaan doen vandaag. 2. Het is geen cardio gedeelte. Dus je hoeft niet super hard te gaan. Maar gewoon lekker steady bewegen. 3 minuutjes, 30 seconden rust. En weer 3 minuutjes. Beginnen met de push-ups. We weten allemaal, jongens, de push-up is een lastige beweging. Zeker als we een beetje gaan verzuren op een gegeven moment. Dus, wat ik wil dat je doet. Borst moet continu richting de grond. We zien nog wel eens halve herhaling in de push-up. Zorg ervoor dat je elke keer helemaal naar beneden gaat. En jezelf weer helemaal uitduwt. Ziet er als volgt uit. Kont op, handen en voeten. Ongeveer handen onder de schouders. Dus niet te breed zetten. Vanuit hier gaat de borst naar de grond. En je duwt jezelf uit. Borst naar de grond. En je duwt jezelf uit. Merk ik nu dat ik op een gegeven moment niet meer helemaal naar beneden kom. Omdat ik op mijn voeten sta. Kan ik naar de knieën switchen. Ik strek de heupen. Voeten van de grond. Borst kan weer naar de grond toe. En ik duw mezelf weer uit. En ik wil echt dat je naar die knieën toe gaat, jongens. Als je het niet meer redt op je voeten. Is helemaal niet erg. Is juist alleen maar beter. En dan word je ook beter van. Als we nog steeds die full range of motion kunnen halen. In ons push-up. Een schalen is helemaal niet erg, jongens. Doe het vooral. Hebben we 12 push-ups gedaan. Gaan we naar de glute bridge. Komt op de grond liggen. Voeten plat op de vloer. Zorg dat je ze een beetje richting de billen brengt. Dus niet te ver van je afhoudt. Klein beetje naar de billen toe. Schouders goed in de grond duwen. Vanuit hier duw ik de heup omhoog. Billen aanspannen. En weer naar beneden. Op die manier ga ik 24 keer op en neer. Heb ik dat gedaan? Stel, ik doe in totaal 1 minuut over. Gaan we lekker weer door in de push-ups. Net zolang tot de 3 minuten voorbij zijn. Dan krijgen we 30 seconden rust. Gaan we weer 3 minuten werken. Beginnen we weer met die push-ups. En we eindigen met supermans. Dus wat je doet. Je blijft plat op de grond liggen na je laatste push-up. Vanuit hier, voeten mooi bij elkaar. Handen ongeveer naast je of een beetje boven je. Vanuit hier ga ik mijn bovenlichaam en mijn benen omhoog brengen. Dus ik kom eigenlijk een beetje in de bananenvorm. Ziet er als volgt uit. Aanspannen, ontspannen. Aanspannen, ontspannen. Aanspannen, ontspannen. Belangrijk hier. Voeten bij elkaar houden. En goed die bilspieren aanspannen wanneer wij in die bananenvorm komen. Ja? Dat is dan het strength gedeelte, jongens. Gaan we lekker mee beginnen. Eerste 3 minuutjes. Push-ups en glute bridges. Goed, mogen jullie klaar te staan, jongens. Komen we in 3, 2, 1 en here we go. Yes. We hebben 12 gedaan, door naar de glute bridge. Zo, netjes jongens. En dan weer terug naar die push-ups.
Ja, je zit in onze laatste minuut. Krijgen we daarna heel even kort rust. Laatste halve minuut, blijf bewegen. Nog 3, 2, 1. En een halve minuut. Zo, netjes. Ik ga even heel kort rust. Beginnen we zo met die push-ups, jongens. Zoals je misschien wel merkt, die worden nu al best wel pittig. Dan blijf gewoon voor kwaliteit gaan. Ze hoeven niet steeds sneller. We willen die full range of motion hebben. Alright, 3 seconden. And here we go. Kom maar, 12 push-ups. Ik doe ze steeds per 6. Pak ik heel kort mijn rust. Oké, we hebben de 12 gehad. Dan gaan we naar die supermans. Nou, best pittig ook, zoals je voelt. Zeker naar die glute bridges. Word je goed die bilspieren aanspant, jongens bovenin. Zo, gaan we voor een rondje push-ups. Zes. Ja, dan gaan we terug naar de grond. Dan gaan we naar de glute bridge. Oh, je hebt al gehad. Superman. Het is een beetje een gekke beweging, jongens. Maar je merkt, hij is vrij zwaar. Laatste halve minuut. Tien seconden nog, misschien nog een paar push-ups. En dan. Netjes. Zo. Oké, de workout. Mocht je kunnen touwtje springen, kan je die erbij pakken. Wil je dat niet, hebben we uiteraard een aantal opties die je kan doen. In plaats van de double unders. 4 keer 4 minuten, jongens. Met steeds een minuutje rust tussenin.
In die 4 minuten gaan we zoveel mogelijk rondjes doen van 20 dubbelhanders. Met het touwtje. Devil presses, plank rotations en nogmaals de devil press. Voor de dubbelhanders. Kan jij al goed dubbelhanders? Gaan we gewoon natuurlijk voor die 20 dubbelhanders. Ben je nog een beetje aan het oefenen met dubbelhanders? Gaan ze dan wel proberen. Je hebt steeds een aantal rondes om het te oefenen. En dan gaan we bijvoorbeeld voor 10 dubbelhanders of iets minder. Dan probeer wel die dubbelhanders erin te houden. Lukt het helemaal niet, kan je naar single anders gaan. Dus normaal touwtje springen, dat doe ik keer 2, dus 40 stuks. En heb je nou helemaal geen touwtje. Kunnen we voor de jumping jack gaan, dus die we in de warming-up deden. Je kan penguin claps doen, staande positie omhoog. Ga je op die manier dubbelhanders oefenen, het ritme van de dubbelhanders. Dat zijn de 2 opties die je doet, zonder dat we een springtouwtje gebruiken. Dan de devil press. We gaan een gewicht nodig hebben. En een devil press is eigenlijk een burpee gecombineerd met een ground to overhead met het gewicht wat je hebt. Dat betekent het volgende. Het gewicht start op de grond. Er staat dat we eerst 3 devil presses met rechts moeten doen. Dus dat betekent dat het gewicht in mijn rechterhand is wanneer ik die devil press uitvoer. Ik pak het gewicht vast. Ik maak een burpee. Kom omhoog. Ik breng het gewicht boven mijn hoofd. Laat hem weer zakken. Door in een burpee. En op die manier ga ik 3 herhalingen maken. Heb ik dat gedaan? Gaan we naar de plank rotations. En de plank rotation is een hoge plank, naar een lage plank en weer terug. Op die manier ga je steeds op en neer. Naar beneden en naar boven is 1 herhaling. Moeten we er 10 van doen. Dus het wordt wel lekker pittig. Heb ik 10 gedaan? Gaan we die devil press doen, maar dan met de linkerhand. Yes. Dat is 1 rondje. In die 4 minuten ga je proberen zoveel mogelijk rondjes te doen als je kan. En dat in totaal 4 keer. Dus het wordt lekker pittig, jongens. Alright. Dan gaan we beginnen met de eerste ronde. Get ready, jongens. Gaan we in 3, 2... 1 en here we go. Beginnend met dubbelhanders, jumping jacks, penguin claps. Heb je dubbelhanders gedaan? Zo. En nou die plank rotations. En 3. Oké, heb je 1 rondje af? Gaan we naar rondje 2. Zo, lekker bezig jongens. Thank you.
10. Vijftig seconden nog. Half minuut. Tijd over 10 seconden. Drie, twee en rust. Zo, nog een klein slokje water. Ga je het dan 3 keer doen, jongens. Oké, zometeen voor een nieuwe ronde, voor een nieuw set, gaan we gewoon opnieuw beginnen. We gaan proberen om elke ronde dicht bij het aantal te komen als ronde 1. Oké, 10 seconden. We beginnen weer met die dubbelanders. Of die schalingsoptie van in 3, 2, 1... Goed jongens. Zo. Zo, weer een rondje af, gaan we gelijk door, jongens. Hou het tempo lekker vast. Lekker bezig. Nog een kleine 2 minuten voor deze ronde.
Lekker bezig, 1 minuut. Tien seconden. Laatste 3, 2, 1. Rust. Lekker. Op de helft. Klas jongens. Ademhaling lekker onder controle te houden. Goed, 10 seconden. Hartstikke goed, guys. Zit op de helft. Gaan we weer in 3, 2, 1. En here we go. Ah, plank rotations worden pittig. Zo, lekker bezig jongens. Oké, gaan we een nieuwe ronde. Zo. Nog een goede minuut, jongens.
laatste half minuut. Oké, laatste paar seconden. 3, 2, 1 en rust. Hoppa, 3 gehad. Zo, nog maar eentje, jongens. Een half minuutje. Dan gaan we die laatste set van 4 minuten in. Kijk of je misschien nog een tandje bij kan zetten voor die laatste. Zo niet, probeer dan gewoon lekker weer hetzelfde tempo aan te nemen als in de eerdere rondes. Steeds rond hetzelfde aantal uitkomen. Oké. Get ready in 3, 2, 1 en daar gaan we. Gewoon lekker steady. Blijf bewegen. Zo, lekker jongens. En weer een nieuwe ronde. Oké. Door naar die plank rotations. Begint aan mijn elleboog te voelen. Zo. Oké, bijna die laatste minuut, jongens. Come on. Thank you.
Laatste beetje werken. Oké, laatste 3, 2, 1 en done. Lekker jongens. Hoppa, weer overleefd. Klasse. Zo, lekker gewerkt. Ik vond nog wel aardig pittig op het eind. Zeker die plank rotations. Super goed gedaan jongens. Cooling down doen we niet vandaag. Staat er een nieuwe yoga op. Ga die lekker doen. Is goed voor je. Klein half uurtje. En dan ben je weer helemaal mobiel, jongens. Goed gewerkt, leuk dat jullie weer bij waren. En ik zie jullie allemaal snel weer. Bye bye.